van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken des hemels genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen. Het gaat hier over heiligmaking, hè? Daar zij met Christus gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze waardig gekeurd worden om het eeuwige leven te hebben. Dus wanneer die boeken opengaan in de hemel, dan wordt zichtbaar of wij werkelijk onze zonden hebben beleden, maar ook of we in ons hart gewillig zijn geweest om in alles in harmonie met Gods wet te zijn. Niet alleen belangrijk dat we onze zonden beleiden, maar het is ook belangrijk dat we ons leven in harmonie met God brengen. Dat is wat hier is. Heiligmaking is een voortdurend proces om meer en meer in harmonie met God gebracht te worden. Iedere keer wordt het ons duidelijk, hè, dat wij op een bepaald punt niet overeenstemmen met Gods wil. En dan brengen wij onszelf in nederigheid weer bij Hem. En Hij geeft ons kracht. Om eeuwig leven te hebben. Ze zullen waardig gekeurd worden om eeuwig leven te hebben. De goddelijke middelaar pleit dat allen die de overwinning door hun geloof in zijn bloed hebben behaald, vergiffenis krijgen voor hun overtredingen, weer een plaats in Ede zullen krijgen en gekroond zullen worden als mede-erfgenamen met hem om de heerschappij van voorheen weer uit te oefenen. Wat we hier dus zien is wat er gebeurt, is dat uiteindelijk in het oordeel niet alleen worden wij waardig gekeurd om eeuwig leven te hebben, maar ook dat alles hersteld wordt. Een plaats in Eden, dat wil zeggen de nieuw geschapen wereld. En niet alleen dat, de heerschappij van vooreen. De natuur zal weer onderworpen zijn aan de mens. Dat is toch goed nieuws. De dieren zullen niet van ons weglopen, maar naar ons toe komen. Wij zullen weer voor ze mogen zorgen. Maar alles hangt dus af van het bloed van Christus en zijn werk als onze hoogpriester. Ja, want net als je zegt, je kan wel met de gerechtigheid van Christus bekleed zijn, maar als je dat in de grond hebt gestopt, je moet het in harmonie brengen. Met ons karakter moet in harmonie zijn. Ja, en dat kan niet ook zo gebeuren zijn. Dat sommigen het niet benut hebben. Of te weinig benut, dat God zegt. Ja, het onderzoek is grondig. Want als wij niet gewillig zijn om in harmonie met God te zijn, gaat ons God ons daar niet toe dwingen. Nee. En lieve mensen, laten we begrijpen dat deze voorbereiding net zo goed geldt voor degenen die sterven als degenen die blijven leven. Hè? De doden die in het oordeel komen, hebben dezelfde onderzoek als degenen die levend in het oordeel komen. Daar is geen verschil tussen. Nee. Dus laten we er ernst mee maken. Satan heeft met zijn pogingen om de mensheid te bedriegen en te verleiden Gods plan met de schepping van de mens willen verijdelen. Maar Christus vraagt nu dat dit plan wordt uitgevoerd alsof de mens nooit was gevallen. Hij vraagt niet alleen volledige vergeving en volkomen rechtvaardigmaking voor zijn volgelingen, maar ook een aandeel aan de heerlijkheid en een plaats op zijn troon. Dit is werkelijk het herstel van de verloren toestand, van de oorspronkelijke toestand. Volledige vergeving voor de wet en volkomen rechtvaardiging voor altijd is niet voorwaardelijk. Dat is voor altijd. En een aandeel aan zijn heerlijkheid. Dat is niet anders dan de volheid van de Heilige Geest voor eeuwig. En het koningschap volledig hersteld. Alles volledig hersteld. Dat is wat de belofte is. En de Sabbat, die in de eerste engelboodschap zo duidelijk naar voren wordt gebracht, hè, aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft, dat is het teken dat God het is die ons heiligt. Dat God het is die het tot stand brengt. Laten we naar Ezechiël 20 gaan. Ezechiël
Ezechiël 20, 12. Ook heb ik hun mijn sabbatten gegeven om een teken te zijn tussen mij en hen, zodat zij zouden weten dat ik de Heere ben die hen heiligt. God alleen is heilig. En wij kunnen onszelf dus niet heiligen. We kunnen onszelf niet verlossen uit de slavernij van de zonde. Onze bekering is Gods wil. God heeft ons door zijn kracht getrokken en het is zijn wil dat wij opnieuw geboren worden. Hij geeft ons de kracht om opnieuw geboren te worden en kinderen van God te zijn. Alle heiligmaking is alleen maar het werk van God in ons. Er is niets van onze kracht bij. Er is niets van onze eigen wil bij. Het is God die het willen en het werken bij ons tot stand brengt. En het is ons geloof niet. Het is het geloof van Jezus. Laten we beseffen en begrijpen dat daarom de Sabbat het teken is dat God ons heiligt. Want de Sabbat is het teken van wat God gedaan heeft. Toch? De schepping was toch Gods werk? Daar konden wij toch niks aan toevoegen? Maar zo is het ook met heiligmaking. Niets van onszelf. God negeert het als we het toch proberen. En hij probeert ons te brengen op het punt dat we hem volledig alle eer geven. We gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 5, vers 14 en 15. Deuteronomium 5, vers 14. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Vraag: wat hebben de Israëlieten zelf gedaan om uit de slavernij van Egypte te komen? Helemaal niks, hè? Helemaal niks. Het waren Gods werken, Gods geboden, Gods wonderen, ja? Is het ook niet een, zonder te verzanden in eigen gerechtigheid, maar ze moesten wel die poorten doen met bloed, want anders dan ging het feest niet door, zeg maar. Dus ze moesten wel gehoorzaam zijn. Dus ze moesten wel een daad doen in gehoorzaamheid, toch? Als we het hebben over de verlossing, hè, dat hij hen uitgeleid heeft met sterke arm, dan heb je gelijk dat zij in geloof die dat bloed aan moesten brengen. Maar als het gaat om daadwerkelijk de verlossing, dan was dat aanbrengen van het bloed niet deel van de verlossing. Nee. Maar als ze het niet gedaan hadden, dan dan zou de verderfengel ook bij hen gekomen zijn. Dat is waar, daar heb je gelijk in. Maar ze niet verlost, maar het is God die hen uit heeft geleid natuurlijk. Ja, precies. Het was volledig Gods werk in alles. Ook in het lijden door de zee, in alles was het Gods werk. En toen kwamen ze bij de Horeb en ze hadden zijn verlossing uit Egypte gezien, uit de slavernij. Ze hadden het machtige werk, de tocht door de zee gezien. Ze hadden water gekregen, ze hadden manna gekregen voordat ze bij de Horeb kwamen. En toen kwamen ze bij de Horeb en de Heere gaf hun de wet en hij vertelt hen, hier in Deuteronomium, dat is natuurlijk Mozes die het later herhaalt voor het volk. En hij wil het volk benadrukken dat zij zelf niets hebben kunnen doen om henzelf uit de slavernij van Egypte te brengen.
dat punt blijft staan, hoewel ze in geloof bloed hebben aangebracht. Ze hebben zelf niets kunnen doen om uit de slavernij van Egypte te komen. Ik denk dat dit de geestelijke les voor ons is, dat wij niets kunnen doen om uit de slavernij van de zonde te komen. En dat de Sabbat, een moment, de Sabbat dus het teken is dat wij vertrouwen op het werk wat God tot stand brengt. En daarom wordt het ook in het Sabbatsgebod gelegd dat de Heere de grote verlosser is. Wat wilde je zeggen, Pico? Als je deze verhaal leest, is net of het eigenlijk voor ons ook bedoeld is. Dat is voor ons bedoeld. Ja, ik ben bang soms dat mensen denken van, ja, het is in die tijd leven. In die tijd, hè. Maar dan vraag ik me steeds af, is het voor mij ook bedoeld? Niemand van ons, hier of waar dan ook, die een kind van God is, is zelf uit de slavernij van de zonde gekomen. Maar dan ben ik bang voor dat ze denken van, ja, het is alleen voor de Israëlieten daar, weet ik niet. Nee, maar wij mogen nu leren dat het voor ons is en dat het een beeld is van de slavernij van de zonde. En dat de Sabbat dus het teken is van de macht van God om ons te verlossen. En als wij dat teken aanvaarden, dan vertrouwen wij op zijn verlossing. Uit de slavernij van de zonde. Nu, vandaag. Ieder dag opnieuw. Nu. Nu mogen wij die verlossing ervaren. Hebreeën hoofdstuk 4, dat gaat over het volk dat door de woestijn geleid werd naar Kanaan. En dit daadwerkelijk heeft meegemaakt. Maar toch niet volledig op God vertrouwde. En dus ook in werkelijkheid niet de rust van de geestelijke rust van de Sabbat hebben ervaren. We gaan naar Hebreeën 4 vanaf vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Begrijpen wij wat hier wordt beschreven in dit stukje van de Hebreeënbrief? Nee. Die andere dag, is dat dan de zondag? Ik kom daar niet uit, hoor. Nee, dat is niet de zondag. Dat we terug moeten gaan van de zondag naar de sabbat. Nee, dat betekent het niet. Nee, hè? Het punt is dat de Israëlieten dus niet begrepen dat zij niet alleen uit de letterlijke slavernij van Egypte waren verlost, maar dat God bij machte was om hen uit de geestelijke slavernij van de zonde te halen. En omdat ze dat niet geloofden, was er ongeloof. En verhardden zij hun hart. En zij konden Kanaan niet binnengaan. En ze gingen terug de woestijn in. En uiteindelijk heeft Jozua ze wel Kanaan binnengebracht. Maar in geestelijk opzicht had het volk nog steeds niet de rust in Christus die hen zou verlossen volkomen van de zonde. En wat de Heere nu zegt, is dat hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, dus nu vraagt hij van ons dat wij wel volkomen vertrouwen op zijn werk om ons volledig te verlossen van de zonde. Zodat wij werkelijk de rust ingaan. En de Sabbat is het teken, niet alleen dat God de schepper is, maar dat hij volkomen in staat is om ons volledig te verlossen van alle zonde. En de Sabbat is het teken daarvan. En het is nu noodzakelijk dat Gods volk begrijpt dat het zijn werk is, wat wij in geloof, en dan kom ik bij het stukje van Miriam, aanvaarden.
Maar ook het geloof is van Christus. Ja. Dus alles is van hem. Ja. Zelfs als wij geloof beoefenen en gehoorzamen, dan is het nog steeds zijn werk. Ja. We moeten inderdaad op hem op zijn woord geloven, zoals de Israëlieten hem op zijn woord geloofden van ik leid jullie uit, maar je moet dat nog wel doen. Ja, en als je die geschiedenis leest, dan zie je ongeloof op ongeloof op ongeloof. En dat is een beeld voor ons. Daartoe, dat is een spiegel. Zo zijn wij. En wat God van ons vraagt, verhard nou je hart niet langer, maar vertrouw op mij. Ik verlos jou van alle zonden. En de Sabbat is daar een teken van. Ja. Ja. Ik vraag me af, hè. Is het niet mogelijk dat wij, zelfs als goede zevende daagse adventisten, wanneer het op neerkomt om veroordeeld te worden, dat wij ontdekken en dat we van de Heer terug horen van hey, ga weg van mij omdat je de Sabbatgebod niet hebt gehouden, terwijl wij zevende daagse adventisten zijn. Dus ik vraag me af, is het onderwerp van de Sabbat ook niet een onderwerp dat wij eigenlijk onder een vergroot glas moeten gaan gooien? Ja, precies. Om te kijken of precies. We inderdaad wel de Sabbat houden. Waarom? Want in de boek Schatkamer der Getuigenissen, pagina 176 en pagina 287, zijn er twee hoofdstukken die praten over de juiste viering van de Sabbat en hoe zullen we de Sabbat vieren. En er zijn een aantal dingen dat mij echt stil doen staan daar. Ja. Dus ik vraag me af, hoe weten wij dat we inderdaad het goed doen? Ja, ik wil hier, het is heel belangrijk dat wij weten wat God van ons vraagt als wij Sabbat vieren. En dat wij daar ook gehoor aan geven. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat wij in de eerste plaats goed moeten weten wat Sabbat voor God betekent als teken voor ons. En dat is dus niet alleen maar een teken van dat hij de schepper is die in 6 dagen de wereld geschapen heeft en de 7e dag heeft gerust. Want Ezechiël en Hebreeën en Deuteronomium leren ons dat de Sabbat ook het teken is van zijn heiligmaking, zijn verlossing van de zonde. En als wij dat beseffen, dat de Sabbat het teken is, dat hij mij voortdurend heiligt, mij voortdurend verlost van de zonde, en dat de Sabbat daar het teken voor is, hoe kan ik dan de Sabbat opgeven? Dat zou betekenen dat ik niet langer geloof dat God mij heiligt. En dan komt de kwestie van zondag en Sabbat in een heel ander licht te staan. De Sabbat is dan niet alleen maar over de schepping. Zondag gaat op een gegeven moment ook alleen maar over de schepping en over allerlei zaken die daarmee te maken heeft. En godsdienst natuurlijk. Maar als wij weten dat de Sabbat het teken is dat hij ons verlost uit de zonde, hoe kunnen we dan de Sabbat overtreden? Hoe kunnen we de Sabbat dan opgeven? Wij zullen beseffen dat de Sabbat een teken is waardoor ik aan de wereld laat zien dat ik niet uit mezelf de zonde overwin, maar dat God het in mij doet. En dat geeft hem alleen maar de eer. Dus de betekenis is even het allerbelangrijkste, dat we dat begrijpen. Dat het meer is dan alleen schepping, het is verlossing. Maar de betekenis wordt ook bewezen. We weten naderhand is er zo weinig tijd dat er mensen zullen zijn die terwijl ze opgenomen worden naar de hemel, dat zal 7 dagen duren, die nog nooit de Sabbat hebben gehouden. Ja, mensen, maar ze zijn wel volkomen gemaakt. Ja, wel, maar dat is niet de laatste generatie. Nee. Dat is niemand van de laatste generatie. Nee, dat kun je toch niet geloven? De laatste generatie is volmaakt, hè? En die heeft de wet van God in hart en verstand. Dus die houdt ook het 4e gebod.
Ja, maar dat is misschien voor mensen die uit het graf komen. Ja. Niet voor mensen. We hebben het nu over de laatste generatie. We hebben het nu, wat betekent de Sabbat voor de laatste generatie? Het is een feit dat God de schepper is. Volkomen mee eens. Maar het is voor mij persoonlijk zeker zo belangrijk, misschien wel belangrijker, dat Hij het is die mij heiligt. En dat de Sabbat het teken is dat Hij mij heiligt. En als ik de Sabbat loslaat, dan laat ik het teken los dat Hij mij heiligt. Dat, het staat hier, Hij verlost mij ieder moment en iedere dag uit de slavernij van de zonde. En de Sabbat is het teken daarvan. Ja? Hoor je? Na 1844, hè? Dat betekent dat de 7e Advent, ik denk dat, zo, dat het is net of het hersteld is. Want Luther had toen de zondag, maar hij heeft een goed werk gedaan. Ik bedoel, was ook gemarteld, was ook woorden. Met die brandstapel erbij, vond ik ook erg. Maar ik vind van de 7e Advent op zichzelf, dat het is net of die hersteld is. Dat bijna de eindtijd is, het is net of God weer de Sabbatdag heeft hersteld. Mm-hmm. Dat wanneer de eindtijd is, dat de mensen moeten weten, Sabbat is de vierde geboorte. Precies. En daar ben ik blij om. Wat ik wil zeggen, wat we lezen hier in Hebreeën hoofdstuk 4, is dat Gods volk zijn rust in moet gaan. Wat betekent dat? Dat betekent rusten van zondigen. Als wij de Sabbat werkelijk begrijpen wat die betekent, dan brengt het ons rusten van zondigen. Dat is de rust waar God ons in wil brengen. En wat zegt de derde engelboodschap over de goddelozen? Zij vinden geen rust dag en nacht. Dat wil zeggen, zij kunnen niets anders doen dan zondigen. Wanneer de derde engelboodschap tegenwoordige waarheid is en ze hebben het merkteken van het beest, kunnen ze niets anders meer doen dan zondigen. Maar Gods volk is in de rust en kunnen niets anders doen dan niet zondigen. Dan niet zondigen. Dat is mijn punt. Ja. Die rust, dat moet toch voor ons nog hoger zijn dan wat? Daar willen we toch nooit op geven? De rust om niet meer te zondigen. Dat is waar de Heer ons wil brengen. Door heiligmaking. Dat is de betekenis van de Sabbat. Op te houden met zondigen. Dat is de belofte van de Sabbat. En weet je, als we dat ten volle begrijpen, broeder, dan zullen wij gewillig zijn om de Sabbat te houden zoals de Heer het wil. Niet omdat het ons opgelegd wordt, of omdat wij regeltjes volgen, maar omdat wij zo verlangen dat teken ten volle toe te passen in ons leven. Weet je, het is een teken. Het is niet de Sabbat die ons heilig maakt. Het is God die ons heilig maakt. Ja. Maar de Sabbat is een teken. Dat is net als met de doop, voetwassing, ademhaal. Het zijn tekenen van wat het geloof in ons is. En het is een uitdrukking daarvan. Ja? Ja. Weet je, ik wil nog een keer met jullie lezen. Vers 9 en vers 10. En dat is van toepassing op de laatste generatie. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Begrijpen jullie nu wat ik zeg? Laat de Heilige Geest jullie onderwijzen wat dit betekent. Wat zeg je, Casimira? Ik was aan het lezen, Hebreeën 4, vers 10. Ik was 9 en 10 aan het lezen en vers 11 een stukje. Zijn rust binnengaan is volledig vertrouwen op zijn heiligmaking om mij te doen ophouden met zondigen. Want dat is de verlossing uit de slavernij van de zonde. Zijn we bij elkaar? Die rust, kunnen we dat ook als vrede zien? Jazeker.
Want ik heb een tekst gevonden, en ik weet niet of het wel volledig hierin past dan. Het is Psalm 38, vers 5. Eigenlijk 4 en 5. En dan zegt het: er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Ja, hier zie je dat zonde en het besef van zonde en de schuld van de zonde, dat brengt onrust. Psalm 38 is een beschrijving van Christus' ervaring toen hij de zondelast droeg aan het kruis. En hij droeg mijn zonde en jouw zonde en al onze zonden. En dat ervaarde hij en dat bracht hem geen rust. Maar als God ons verlost uit de slavernij van de zonde en wij vertrouwen erop dat hij dat doet en in staat is om het te doen en gewillig is om het te doen, dan gaan wij zijn rust binnen. En dan mogen wij dus op hem vertrouwen dat hij het tot stand brengt. Lieve mensen, laten we volledig vertrouwen op wat hij in staat is om in ons leven te doen. Niet alleen in het oordeel en de volmaaktheid, maar nu met heiligmaking. Dat is eigenlijk de boodschap. En de Heere vraagt dat wij nu daarin gaan vertrouwen. En dat de Sabbat het teken is dat wij daarin vertrouwen. Zijn we met elkaar? Laten we het niet loslaten en niet vergeten. Dit is Sabbat. Sabbat is een uitdrukking van mijn geloof in de verlossende kracht van Christus. Laten we het vasthouden. Dat is de Sabbat. We gaan terug naar de eerste engelboodschap. En de eerste engel die spreekt over het oordeel. We gaan het nog eens lezen. Openbaring 14, vers 6 en 7. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met luide stem: vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het oordeel is deel van de eerste engelboodschap. Het christelijke tijdperk dat wordt afgesloten met het oordeel ten behoeve van Gods volk. En we weten uit Leviticus 16 en Leviticus 23, we zullen daar naartoe gaan, dat het oordeel te maken heeft met Gods werk. We zullen eerst Leviticus 23 lezen en daarna naar Leviticus 16 gaan, dus net even andersom dan op het scherm. We gaan eerst naar Leviticus 23. En daar lezen we, en laten we lezen vanaf vers 26. De Heere sprak tot Mozes: alleen op de tiende dag van de zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op dezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Sabbat. U mag geen enkel werk doen. God doet het. Want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op dezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Vaak denken wij dan
dat is een ceremoniële sabbat. Maar als wij kijken naar de betekenis van de grote zondag, en zoals wij nu de sabbat bestudeerd hebben, dan zien wij het in een ander licht. Klopt dat? Dan weten wij dat het niet alleen maar een fysiek ophouden is met werken op de grote zondag, maar dan weten wij dat het rusten is in het werk van God. Dat doen wij nu in heiligmaking en dat doen we toch zeker als het oordeel van de levenden komt. Rusten in zijn werk. Vers 32, het moet voor u een sabbat zijn. Een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. Dat wil zeggen, verootmoedigen, ik kan niets. Ik kan niets tot stand brengen, ik kan niets bijdragen. Ik is not in the picture. Ja? Dat is verootmoedigen. S'avonds op de 9e dag van de maand moet u uw sabbat vieren van de avond tot aan de volgende avond. Maar we zien dat het oordeel de scheiding brengt tussen degene die volledig rusten en vertrouwen in God en zichzelf verootmoedigen en degene die dat niet doen. Die worden omgebracht of die worden, wat wordt er gezegd, afgesneden. Dat is ook het werk van oordeel. Leviticus 16, we gaan terug naar Leviticus 16. En ook daar zien wij dezelfde voorwaarden. We gaan lezen vanaf vers 29. Dit is voor u een eeuwige verordening. U moet in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen. Opnieuw, geen werk doen, verootmoedigen. De ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Daar doe je zelf niks aan. Dat doet de Heer. Prijs de Heer. Rusten in hem. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Wordt u gedaan, gereinigd. Het wordt voor u gedaan. Het eigen ik ligt volledig in stof. Ja? Het is voor u sabbat. Een dag van volledige rust. Opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is de eeuwige verordening. Zien wij weer. Datgene wat beloofd wordt, wordt ingepakt in de sabbat. De voor, de na. Sabbat, mensen. Rust. Vertrouw in het werk van de Heere. Ja? Ja. Het is misschien leuk om te weten. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn, maar de Joodse Yom Kippur is vandaag. Ja. Ja. Amen. Ja. Nee, ik had er niet aan gedacht. Ja. Gisteren was een heel goede preek van Dag Petzela. Amen. Amen. Ja. Mooi. Ik lees uit het grote conflict. In de schaduwdienst mochten alleen zij die hun zonde voor God hadden beleden en ze door het bloed van het zondoffer naar het heiligdom hadden overgebracht, aan de dienst van de grote verzoendag deelnemen. En zo zullen op de grote dag van de uiteindelijke verzoening en het onderzoekend oordeel alleen de gevallen van Gods kinderen worden onderzocht. Het oordeel over de ongelovigen is iets heel anders en vindt later apart plaats. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie Gods? Dus het oordeel komt bij Gods kinderen. Gods kinderen onder de zevende dags Adventisten, maar ook onder de andere christenen. Iedereen die Christus beleidt, die komt in dat oordeel natuurlijk. Dat is ook voorgesteld doordat de hoge priester de namen van Israël op zijn borstplaat droeg natuurlijk. Hij droeg de namen van de kinderen van Israël. En dat is nu ook zo. Wij mogen blij zijn dat onze namen zijn opgeschreven in de boeken des hemels. Wij mogen in dat oordeel komen. Dat is een voorrecht. Dat is echt een zegen. En we hebben gelezen, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Wanneer we dat lezen, dan zeggen wij,
vaak, of wij denken, dat dit een citaat is uit het vierde gebod. Maar dat is het niet helemaal, want in het vierde gebod wordt niets gezegd over de waterbronnen. Helemaal niets. Maar dat staat hier wel in deze boodschap van de eerste engel. Ik wil het wel met jullie opzoeken, maar er staat echt niets over waterbronnen in Exodus 20. Laten we naartoe gaan, kunnen we het zien. Dat klopt. Vanaf vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw veen, nog uw vreemdelingen, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Daar wordt niets gezegd over waterbronnen. De enige plaats waar wij waterbronnen vinden, dat is in Genesis 7, wanneer het oordeel komt in de tijd van Noach. Dan wordt er gesproken over waterbronnen. We kijken in Genesis hoofdstuk 7. Dus in de eerste engelboodschap zit er een verwijzing naar het oordeel. Het uur van zijn oordeel is gekomen. God aanbidden die de schepper is. En we weten nu die ook de verlosser en de heiligmaker is. Maar er wordt ook een verwijzing gedaan. Hij is wel degene die ook de waterbronnen gemaakt heeft. Waterbronnen, zijn dat zee? Nee, kom mee naar hoofdstuk 7 van Genesis. Dan zullen we het lezen. Genesis? Genesis 7. Genesis 7 vers 11. In het 600ste levensjaar van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. Hoofdstuk 8, vers 2. Ook werden de bronnen... Sorry. Hoofdstuk 8, vers 2. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten en de regen uit de hemel werd gestopt. Dus de waterbronnen waren de oorzaak van de vernietiging van de aarde. In de eerste engelboodschap zit een verwijzing daarna. En we weten dat juist in die tijd Noach en zijn gezin gered werden en alle anderen werden vernietigd, omdat de waterbronnen uit onder de aarde, die begonnen het water op de aarde te spuiten met grote kracht. Het kwam niet alleen uit de hemel, het kwam ook van onder de aarde vandaan. Hè? En dus die waterbronnen zijn een verwijzing daarnaar. Het uur van zijn oordeel is gekomen. Net zoals in de tijd van Noach was ook het uur van zijn oordeel gekomen en werd de scheiding gemaakt tussen degenen die geloofden en de ark ingingen en degenen die niet geloofden en buiten bleven en ten onder gingen. We hebben een soortgelijke boodschap te brengen aan de wereld. Zijn jullie het daarmee eens? Ja. Dat is de drie engelen boodschap. In Matteüs hoofdstuk 24, daar lezen we natuurlijk het commentaar op de tijd van Noach. En laten we daar naartoe gaan. Matteüs 24, vers 37. Matteüs 24, vers 37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Er was 2 keer tot aan, in vers 38 en vers 39 is er tot aan. Er is een moment dat Noach de ark binnenging
En er is een moment dat de zondvloed kwam. Tot aan welk moment konden de mensen nog binnengaan? Tot aan het eerste natuurlijk. Toen Noach binnenging, hadden zij ook binnen kunnen gaan. En daarna ging de deur dicht. En toen kon het niet meer. En dan kwam de zondvloed. Zo is het ook met de drie engelenboodschap. Het is een boodschap van er is nu nog tijd voor genade, maar dat genadetijd gaat sluiten en de wereld zal vernietigd worden. Dat is deel van de boodschap. En die waterbronnen, die verwijzen daarnaar. Ik lees vers 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Net zoals in de tijd van Noach. Er zal dus een scheiding komen onder Gods belijdende volk. Er zullen diegenen zijn die volledig op hem vertrouwen en de Sabbat als een teken zien dat hij ons heiligt en daarin rusten. En er zullen degenen zijn die gewoon hun gang gaan. En er zal dus een scheiding komen. En we weten dat die scheiding die komt omdat de namen in het oordeel komen. En als die namen in het oordeel komen en hun leven is niet in overeenstemming met Gods wil en hun zonden zijn vergeven, worden de namen uitgedeld. En dan zullen ze ook niet in de gemeente blijven. Dat is de boodschap van de eerste engel. De boodschap van de eerste engel spreekt over het oordeel en geeft aan dat dat oordeel scheiding gaat brengen onder Gods volk. Dat is wat het oordeel gaat doen. Daniël hoofdstuk 12 vers 10 gaan we lezen. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Het gaat hier over degenen die verstandig zijn en die zich zullen laten reinigen. Velen zullen gereinigd, wit gemaakt en gelouterd worden. Het is iets wat God gaat doen. Er is niemand van ons die het uit zichzelf kan doen. En ik ga naar Psalm 1. Het gaat dan nog steeds over het oordeel en de scheiding die gebracht wordt. Psalm 1. Daar lezen we. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetels van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. De vrucht van de Heilige Geest. Het zal gelukken. De Heilige Geest zal het tot stand brengen. Die zal vrucht dragen in ons. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. In het oordeel. Het oordeel brengt scheiding voor eeuwig. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Ook niet in de gemeente. De gemeente zal een enorme schudding krijgen wanneer het oordeel begint. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dus de boodschap van de eerste engel
geeft aan dat er een enorme scheiding komt, een definitieve scheiding tussen Gods kinderen en anderen. Degenen die volledig op hem vertrouwen, hem aanbidden die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft, en degenen die dat niet doen. Ik ben even naar mijn tijd aan het kijken en ik vraag me af of het beter is om volgende keer met de studie verder te gaan. Ja. En dan kunnen we een goede pauze en rust hebben voordat Kenneth onze zijn presentatie brengt. Maar zijn er nog vragen of opmerkingen die jullie aan de hand van wat we vandaag hebben gezien nog willen stellen? Of die laatste van in heel goed in vers 5, Psalm 1, vers 5. Dus, het gaat om die zondag. De gemeente der Gerechten, dus het gaat toch om Gods volk daar in vers 4. Tenminste, dan kan je het zo uit de Duitse Bijbel zien. Dat het Gods volk is die in het gerecht komt. Ja. Ja, en daar zal scheiding worden gebracht onder Gods volk. Dat is mijn ogen open. Dat is heel duidelijk, hè? Hij spuwt ze uit, zoals Luiden zei. Ja, dat klopt. Heel mooi. Dus de dubbele woord bij de Zeda vindt ook straks allemaal. Geschikt. Ja, we mogen dat verwachten. Ja. Ja. Wat wij dus moeten doen is om te leren vertrouwen op de Heer. Dat Hij dat alles doet. Dit is de grote boodschap van vandaag. Ja. Vertrouw op Hem nu voor onze heiligmaking. Vertrouw op Hem dat Hij ons ook volmaakt zal maken. Dagelijks. Dat is de grote boodschap. En nu is de tijd daarvoor. Nu is de tijd om volledig die rust binnen te gaan op Hem te vertrouwen. Ja. Ik zou even nadenken, Noach. Het is zover, ik heb het even niet helemaal helder, merk ik. Noach die moest de ark in, want de Heere zei tegen hem: ga in de ark, want over 7 dagen laat het regenen. Dus er was nog een periode inderdaad dat mensen gingen spotten en denken: nou, wie zit daar in die ark? Dus Noach. Geloof werd ook nog even extra op de proef gesteld. Maar ik wou het trekken naar nu, maar dat ben ik dan even. Ja, ik denk dat de link ligt in het feit dat toen Noach binnenging met zijn gezin, dat de deur dichtging. Ja, dat is 1 meter. Dus die tekst van dat hij bij Gods volk begint en hij was behouden en hij had heel lang gepredikt. En de genadedeur was dicht. De genadedeur was dicht. Hij zat in de ark, de deur was gesloten en toen was het al klaar. Ja, precies. Ja. Maar er zijn mensen die heel voorzichtig de conclusie trekken, 7 dagen gewacht. En ja, het einde van de genadetijd zou het ook nog 7 dagen... Oh nee. Ja, dan moeten we wegblijven, weten. Ja, maar nee, dat is geen 7 dagen, het einde van de genadetijd. Nee. Dat is een jaar. Ja. Ja, nee. En wat ik zo mooi vond, net over het geboden, dat de eerste woorden die we horen het goede nieuws zijn van verlossing. Precies. Ik ben. In vers 2, ik ben. Je hebt het over hier, in Psalm 1. Nee, over de wet, over Exodus 20. Oh ja, het eerste inderdaad. Het eerste wat we in de wet horen is van dat ik ben. Dat is het woord van verlossing of zo. Ja. Precies, inderdaad. Ja. En vooral dat hij degene is die ons gelost heeft. Het heeft het over Exodus 20. Dat bij het begin van de geboden dat God zich openbaart als de grote verlosser. Ja, ik ben. Nog iemand anders met een, ja? Ja, ik heb tot nu toe altijd Psalm 1 anders gelezen, omdat dan de goddeloze, ik dacht altijd dat het ging over de niet-gelovigen. Maar is het nou op grond van vers 5b, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen? Ik ben daarom trek naar dat de zondaars, absoluut, de gelovigen. Absoluut, ze waren eerst wel in de gemeenschap van de gelovigen en na het oordeel niet meer. Ja, en dat... Dat is het, ja, precies. Daar gaat het over. Ja. En dat is een ernstige boodschap. En om die boodschap nog eens te laten zien, dat het gaat om de gelovigen die niet staande blijven, wil ik nog 1 tekst met jullie lezen. En dat is in Hebreeën, hoofdstuk 10. En dan gaat het over op precies hetzelfde, dat... De grote verzoendag, die wordt beschreven in een heel hoofdstuk 10, maar in vers 25, dan gaat het erover dat wij
Dus het oordeel over de levenden dichterbij zien komen. En dan vers 26, dan begint het over de mensen die dat veronachtzaamd hebben. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, hij was in de gemeente, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Dus degenen die verworpen worden, die hebben niet geloofd dat het bloed van Christus alle zonden vergeeft en alle zonden wegneemt. En ze hebben niet geloofd in het verbond waardoor zij geheiligd worden door de macht van Christus. En ze hebben de geest, de heilige geest die de overwinning over de zonde geeft, gesmaad. En zij worden dus uitgeschud. Dat is eigenlijk hetzelfde als Psalm 1. Dit is het oordeel wat komt over Gods kinderen die niet vertrouwen op het bloed, op het leven van Jezus en op zijn hoge priesterlijke dienst. Goed, dan denk ik dat we het hier vandaag mee gaan afsluiten en de volgende keer hier de draad weer oppakken.